Verpleegkundige Elke Rispens maakt elke week een stuk of 3 ritten met de vroeggeboren baby's. Ze liggen in een speciale transportcouveuze. Ambulancezorg Groningen heeft nu een nieuw type dat beter is voor de veiligheid van de baby. Ja, het is allemaal gedigitaliseerd. En ja, ik zou bijna zeggen, je kan zo geen bedenken of het zit erop. Alles voor het kind is goed geregeld. En dat was toch niet helemaal zo? Nou, in die zin, op de oude couveuse, daar zaten met name wat draaiknoppen op en daar zaten we ongeveer wel in de buurt, in de veilige range. Maar ja, het is nu zo geavanceerd dat je het gewoon op de tiende nauwkeurig de zaak kan bijstellen. Belangrijk is bijvoorbeeld de temperatuur van de couveuse, omdat zo'n kindje zijn eigen temperatuur nog niet goed kan regelen. En een harnas verkleint het risico op letsel bij een eventueel ongeluk. Ja, het kind ligt zeker malen beter als eerder. Het hoofdje heb ik net gefixeerd met als deze band. Daarover komt de fixatieband dan, zeg maar, over de schouder. En op deze manier ligt het kind gefixeerd in de couveuse. Voor verpleegkundige Elke Rispens blijft het bijzonder, een rit met zo'n kleintje in de wagen. Ja, sommigen zijn iets zwaarder dan een pond suiker. Ambulancezorg Groningen zet de nieuwe couveuses zo'n 300 keer per jaar in.